Oké, next question. Lieve Kim, bij mij zit er diep geankerd in mijn systeem dat ik hard moet werken om succes te halen. Dit heeft me namelijk ook al veel gebracht, dat harde werken. Toch wil ik wat meer rust inbrengen voor mezelf, omdat ik toch ook wel merk dat het me heel veel energie kost. Mijn nieuwe manier van werken, waar ik naartoe wil, is hard werken met een T. Dus wel resultaten boeken, maar niet vanuit mijn overtuiging om er hard voor te moeten werken. Ik val alleen weer steeds terug in mijn oude gedrag. Hoe kan ik switchen en ook volhouden? Ja, dat is een hele mooie. En er is maar één ding. En waarom zeg ik dit? Er is maar één ding. Omdat ik dit zeg uit ervaring en heel veel ondernemers al hebben mogen helpen op dit stuk. En dat is namelijk: there is a lot of work to do op het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde vergroten, creëren. Je gunt het jezelf blijkbaar nog niet om echt vanuit ease en fun overvloed te ervaren. Nu zit er nog zo sterk die overtuiging. Alleen met hard werken krijg ik het voor elkaar en ben ik het waard. En op het moment dat jij op een punt komt dat je enorm gaat werken aan het creëren van onvoorwaardelijke zelfliefde, kom je op een punt dat jij jezelf enorme overvloed, enorme financiële overvloed en al het goeds dat het universum je wil brengen, gunt. En ontvangt, kunt ontvangen. Omdat jij voelt dat je het alleen al waard bent als persoon. Je hoeft daar niet eerst keihard voor te werken of iets voor te bereiken voordat je het waard bent. Je bent het in de kern al waard als persoon. En als je op dat punt komt, ga je toelaten dat overvloed jou vindt, ongeacht de prestatie die er tegenover staat. En dat is een reis die ik zelf heb mogen maken. En ik ervaarde ook dat ik heel ver was gekomen met heel hard werken, maar het eist ook heel erg zijn tol, gezondheidswijs. Ik was helemaal kapot en ik zat aan een financieel plafond, wat ik niet zag hoe ik dat moest doorbreken. En door vervolgens echt te gaan werken aan Law of Attraction toepassen op mijn business en gaan werken aan onvoorwaardelijke zelfliefde. En dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, die twee. Want onvoorwaardelijke zelfliefde voelen is de sleutel tot succesvol manifesteren. En als je daar meer over wil leren, alsjeblieft luister podcast 620. Dat is echt de podcast die je wil luisteren om daar meer over te leren. Toen ging het zo enorm stromen en ben ik zo hard gegroeid in een paar jaar tijd. Niet normaal, elk jaar verdubbelde het. Toen ging het van 15.000 naar een ton, van ton naar 250.000, 250.000 naar 500.000, 500.000 naar 1 miljoen. En afgelopen jaar 1,5 miljoen. Het is ongelooflijk hoe het gegroeid is en hoe snel het gegroeid is. En dat heeft echt te maken door de innerlijke shifts die ik heb gemaakt. Dit had ik nooit kunnen bereiken. Ik was mezelf blijven saboteren op het moment dat ik die groei niet had doorgemaakt. Dus hopelijk kun je daar wat mee.